Het is natuurlijk ook best wel lastig voor een kind van 4 om dan te zeggen van ja, je spullen gaan allemaal in een grote vrachtwagen, maar die komen heus wel terug hoor. Ja, we hebben het maar zo visueel mogelijk proberen te maken door te zeggen van nou, alle spullen gaan in een vrachtwagen en de vrachtwagen wordt geparkeerd op een parkeerplaats. En als we een nieuw huis hebben, dan komt die vrachtwagen weer en dan krijgen we al onze spullen weer terug. Dus we hebben de kinderen bij alles betrokken, zodat zij daar al mee konden gaan in ja, hun belevenis. En zo door hadden van oké, het gaat nu echt gebeuren. Mama, gaan dan wel mijn knuffels, gaan die dan wel mee? Weet je, dat waren wel vragen die omhoog kwamen. En hij heeft ook echt wel een aantal keer flink moeten huilen. En was hij flink verdrietig, omdat ja, het boekje wat hij natuurlijk voorgelezen wilde hebben in de vrachtwagen zat. En voor ons was het gewoon belangrijk dat wij in de zomervakantie konden verhuizen. Want dan kunnen de jongens namelijk gewoon met het nieuwe schooljaar mee gelijk meedraaien. Want wij vonden het niet prettig om midden in een schooljaar te gaan verhuizen.